8 mei 2024. Bert Jager vertelt. Bert is verpleegkundige. Hij begon in 1977 op Grote Rondwijk in Wagenborgen. Bert heeft op meerdere plaatsen gewerkt. Hij zag het vak van verpleegkundigen veranderen. Maar altijd ging het over zijn contact met de patiënt. Bert, hoe ben je zo in de zorg terechtgekomen? Ik ben in de zorg terechtgekomen omdat ik vakantiehulp was op dat moment in 1977. En toen was een collega was zwanger en die ging met zwangerschap verlof. En ik had in die periode nog geen vast werk. In de zin van dat ik een opleiding zou volgen tot iets in de verpleging. En toen hebben ze me gevraagd of ik wel wilde langer blijven. Want ik zou in oktober 77 zou ik voor de IG naar Amsterdam. IG? Ja, verzorgende IG. Oké. In een somatisch verpleegtehuis. Maar goed, mijn toenmalige leidinggeefster, die vertelde me, dat gaat niet door. Ik zei, hoezo? Nou, je kunt hier blijven. En toen zei ze, en ik zei van, ja, maar dat lukt me niet, want ik heb sollicitaties gehad, hier ben overal afgewezen, omdat er toen in die periode veel HAVO-mensen werden gevraagd. En jij had? En ik had een HAVO 4. En dat was in die tijd toen ineens niet goed, schijnbaar. Maar goed, desondanks ben ik alsnog aangenomen toen voor de fysieke verzorging binnen Groot-Bronswijk. Wie heeft jou aangenomen toen? Zuster Wiegers. Dat was het toenmalige hoofd van een vrouwenpaviljoen. Nee, zuster Tervelde. Ik ben in de war. Zuster Tervelde, die was het. Die was de leidinggevende van een vrouwenafdeling. Dat noemden ze Ebenezer. En daar werkte jij toen als vakantie? Nee, ik werkte toen in een dependance daar tegenover. Dat was Bethel. In Bethel waren ook allemaal vrouwen van, ik geloof iets van 25 dames die daar verbleven. En vaak verstandelijk beperkte mensen die daar werkten. En daar had ik als vakantiehulp, weet ik daar reuze naar mijn zin. En daar mevrouw zuster Tervelde zei van, jij gaat hier de opleiding doen. En in oktober 77, toen ben ik in de opleiding van verzorgende gegaan van IG. En dat was eerst 3 maanden vooropleiding en nadien werd je teweeggesteld op de afdeling binnen Groot-Bronswijk. En elke afdeling van de mannen als van de vrouwen had ook een ziekenboeg. En daar werden die ziekenverzorgers voor opgeleid om de somatische zorg die binnen het instituut plaatsvond, om die te bedienen, zeg maar. En één kwam voor een klisma, de andere kwam voor wondverzorging. Nou, maar ook bedverpleging had je ook. Mensen die heel ziek waren, die werden naar een ziekenzaal verhuisd. Om daar te gaan kijken van, nou, hoe gaat het verder? Nou, mocht het goed gaan, dan gingen ze weer terug naar de afdelingen waar ze wegkwamen. Of het gebeurde ook dat mensen daar stierven, zeg maar. Omdat ze zo ziek waren dat geen herstel meer mogelijk was. Nou, dat heb ik dan 2 jaar gedaan. Maar het eerste jaar heb ik dat gedaan op de vrouwenafdeling. Het tweede jaar daarentegen ging ik naar Reoboot. En Reoboot was een mannenafdeling waar ook een ziekenzaal bij was. En daar heb ik mijn tweede jaar afgemaakt en daar gediplomeerd geworden. Ziekenverzorgende? Ja, als ziekenverzorgende. Van daaruit kreeg ik ook een beetje meer affiniteit met begeleiding. En niet alleen met verzorging, maar ook een beetje met begeleiding. En toen ben ik op Reoboot op een andere afdeling gekomen waar meer begeleiding was. Dat was een mengelmoes van allerlei soorten ziektebeelden. Van depressie tot autisme. Van autisme tot verstandelijk beperkte mensen. Dus een hele plumage aan ziektebeelden. Maar we noemen een heleboel mannen. Want ik geloof in totaal er iets van 2 zalen van 10 mensen. Plus nog eens 5. Ik denk 25 mannen. Alleen maar mannen. Die dan de zorg bieden die er dan nodig was. Was in die tijd dus alleen nog mannen. Omstreeks 1980 was dat. Dat was voor 1980, ja, net voor 1980. Dat was 1979, denk ik. En het begint 1980. En in 1982, toen is er pas een differentiatie gekomen, zoals je dat dan noemde in die tijd, van mannen en vrouwen bij elkaar. Dat maakte bij de familie van de bewoners veel los. Hoe dan, mannen en vrouwen bij elkaar, komt dat wel goed? Waarom dat niet goed zou komen, ik weet het nog steeds niet. Maar men had er schijnbaar ideeën over dat mannen en vrouwen bij elkaar waren, dat het niet goed zou gaan. Alleen, toen is er ook gestart met woningjes. Dat was de Brenk bijvoorbeeld. Dat was een hele kleine setting van 6 huisjes. Waar 6 tot 7 mensen wonen, dacht ik. Was dat nieuwbouw? Dat was nieuwbouw toen. Ja, dat was zo'n
brengachtig idee met 6 huisjes. En daar gingen die mensen vanuit het paviljoen, wat trouwens heel boot was, die gingen verhuizen naar een klein huisje. Met allemaal zelfsupport, een beetje lekker belopen. Ze hebben een eigen keuken, eigen dit en eigen dat. Maar ze hebben wel een gezamenlijke badkamer en toilet. Dat was dan het begin van het veranderd model, zoals je dat dan noemde. En dan zat je met 30 mensen, zeg maar, 4 wc's en 2 baden. En dan had je met 7 mensen hetzelfde. Alleen dan zagen ze dus ook, de familie zag ook dat dat wel samen ging. De dames en de vrouwen waren allemaal op leeftijd, want ik werkte toen bij 55 plus, zeg maar, tot 60 en dan daarboven. Er waren mensen met allerlei problematiek. Dat was weer ook een beetje gedifferentieerd toen. Toen bleek ook dus dat de mensen met verstandelijke beperking ook van Gerobonswijk uitgingen. Die gingen toen bijvoorbeeld als voorbeeld naar Nieuw-Woelwijk, werd toen gesticht, zeg maar. Van een nieuw bouw voor mensen met verstandelijke beperking. Dus een heleboel vanuit Groot-Bronswijk. Dat waren de eerste bewoners van die Woelwijk. Maar dat was ook tegelijkertijd was er een psychogeriatrie werd er opgestart. En bijvoorbeeld als Vliethoven in Delfzijl. Daar gingen mensen met een dementieel beeld bijvoorbeeld heen. Of die heel veel verzorging nodig hadden. Die gingen daarheen te verhuizen. En zo in die periode werd dus ook Groot-Bronswijk ineens kleiner qua aantal bewoners. Plus het feit dat ook de BW's ontstonden vanuit de gemeentes waar ze wegkwamen, als Winschoten en Bellingwolde. Die ging samen met GGZ Groningen. En die mensen vanuit Groot-Bronswijk, die dan nog vrij zelfstandig leefden, dat noemen ze de wijk toen in die periode, of IVH. Ik weet niet meer wat het betekende, geloof ik. Instituut Vervangende Huizen? Ja, zoiets was het, ja. Dus die ging ook ontstaan, dus ook die mensen die gingen richting de BW's van de gemeente in die periode. Dus er werd ook nog meer leegstand. En Winschoten bijvoorbeeld. Dan had je de Ortelaan en dat soort namen, die gingen ook mensen daar wonen. Wat vond je daar iets van toen? Was je voor die betrokkenheid? Ik had niet helemaal goed in de... ik had geen goed beeld van het feit van wat dat nou betekende. Want wat ik wel wist is dat bescherming op zo'n terrein voor een heleboel mensen belangrijk was. Maar ik had ook wel gauw in de gaten dat ook voor een aantal mensen dat niet goed was. Alleen ik had de differentiatie nog niet zo duidelijk voor mezelf van wat is nou goed voor wie en wat is nou goed voor dit. Dus wie zou dan beter kunnen blijven op een terrein wat bescherming geeft. Of wie zou vermaatschappelijken, zoals ze dat dan noemden. Wat daar de essentie van was, maar ook wat belangrijk dan was. Na mijn periode van het ziekenverzorgen ging ik mijn MBOIW doen. En vanuit mijn MBOIW ben ik ook op de klinieken beland. Op Groot-Bronswijk zelf nog. Op de opnamekliniek. En toen kreeg ik een beetje meer duidelijk beeld over van... Hé, er zijn ook mensen die wel weer terug kunnen naar de maatschappij, ondanks hun ziek zijn. Alleen, waar hebben ze dan nodig? Maar er waren ook een aantal mensen, dit zag je wel, misschien is die wel een beetje meer bescherming nodig. Toen kwam bij mij een beetje het lichtje branden van wat is nou goed voor mensen op het terrein wonen en wat is minder goed voor die mensen, maar wat is ook goed voor mensen die wel verder kunnen om in de maatschappij weer verder te leven. En wat voor ondersteuning hebben we daar nodig? Toen begon mij dat een beetje duidelijker te worden. Dat was ook een goed proces in de zin van wat beter is of wat minder beter is. Was het ook onderdeel van de opleiding om over dat soort zaken te praten? In mijn MBOIW-periode werd er veel over gepraat. Wat is de psychiatrie? Toen zag je ook een beetje een stroming van de antipsychiatrie. En dan zag je ook binnen Groot-Bronswijk bijvoorbeeld, de Burg, Helen. Helen was een onderdeel van Groot-Bronswijk die altijd standaard voor de psychiatrie was. Maar er was ook ineens een gemeenschap ontstond daar intern van antipsychiatrie. We gaan niet meer zoveel medicijnen gebruiken bijvoorbeeld, maar we gaan met douw trappen bijvoorbeeld 's morgens in plaats van de pilletjes slikken. Nou, dat heeft een aantal jaren heeft dat wel gereflecteerd denk ik in iets goeds. En ook de stroming daarin, antipsychiatrie ook wel. Maar ook een aantal mensen die gingen daar ten onder. En dat is op zijn minst gezegd natuurlijk niet oké.
Dus gelukkig trad er ook een beetje bij dat het niet allemaal ineens antipsychiatrie was, maar ook de combinatie van de psychiatrie en antipsychiatrie. Nou, dat denk ik dan een goede dosis geweest voor een aantal mensen. Om te kijken van hoe verder met mij als klant. Maar wat je ook zag, denk ik, wat ook belangrijk is, is dat je de mensen ook meer de keus gaf van wat wil je zelf. Dat ontstond ook een beetje meer. En niet zozeer het militaristische van vroeger, van dit gaan we doen, dat is goed voor jou, maar wat is goed voor jou? Denk er zelf eens over na. Nou, dan zag je dus een hele positieve ontwikkeling voor een aantal mensen die heel goed konden verwoorden wat ze wel wilden eigenlijk. Nou ja, dat noemen we nou tegenwoordig herstel uit je eigen kracht. Maar goed, daar waren we toen al mee bezig. Alleen nou heeft het handen en voeten gekregen. En toen deden we maar wat, is een beetje overdreven, maar toen probeerde je wat. Dus dat vond ik een hele goede ontwikkeling in die zin. Er werd waarschijnlijk verschillend over gedacht. Ja, absoluut. Door de jongeren en de mensen die al ja, lang werkten. Ja, er een hele tweespalt ontstond. En dan zag je ook met behandelaren, een aantal behandelaren die de stroming hadden van we gaan een beetje de antipsychiatrie in. Een andere behandelaar die zei van dat gaan we niet doen. En dan zag je ook tweespalt in de teams. En dan zag je dus ook op een gegeven moment dat het zo was dat mensen een keuze gingen maken van wil ik dit nog wel of wil ik dat niet. Nou, en die keuzes was van ik ga hier weg, ik ben het er niet mee eens. Nou, dat zag je dus ook. De complete teams uit elkaar vielen op dat moment. En de behandelaren die anti was, die zei van gaan jullie met me mee? Nou, die ging dan weg en de andere gade bleef. Ja, dat was ook zo. Ja. En de mensen die weggingen, waar gingen die heen dan? Nou, wat ik vaak zag, maar goed, ik weet niet of dat voor iedereen gelde, maar ik zag een heleboel naar Van Mesdag gaan. Zowel naar Groningen toe, als ook richting GGZ Drenthe, naar de FPA-afdelingen. Hoe verklaar je dat? Want dat zijn toch wel hele... Hele andere dingen. Maar goed, de psychiatrie is natuurlijk ook in die periode, ook in Van Mesdag, een beetje meer herkend, denk ik. Het is niet alleen de strafmandaat dat ze eruit zitten, maar ook dat de psychiatrisch ziek zijn er ook natuurlijk een belangrijk deel aan de grondslag ligt, aan het delict. Dus ik denk dat dat een beetje de invalshoek was van, daar wil ik dan wel heen. Maar ook misschien wel het feit van meer zekerheid hebben, gestructureerder. Niet meer zo'n flauwe powerachtig idee, maar gewoon dit is duidelijk, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Dus veel structuur. Dus veel holding, wat we tegenwoordig zo noemen. Holding betekent dus dingen om je heen zo kaderen dat het goed met je gaat en dat je ook kunt ontplooien. En ik denk dat in die periode die vastigheid vanuit het team belangrijk was van ik weet waar ik aan toe ben. En niet dat drijfzaam. Wat gaan we doen? Gaan we nou wel doen antipsychiatrie of gaan we psychiatrie doen? Ik denk dat dat een beetje in die periode lastig was voor een heleboel. En worstelde jij er ook mee? Waar ik wel mee worstelde is dat ik probeerde op een manier te gaan werken dat ik ook het idee kreeg dat mensen daarmee geholpen waren, maar ook gehoord worden van wat wil je dan en hoe wil je dat dan en wat kan ik voor jou daarin doen om toch maar de gezonde kant van iemand te benaderen. En daar zag je dus resultaten in, dat ik een aantal mensen in die periode heb gehad dat ik denk van ja, als ik mijn door mijn toedoen kan ik rustig zeggen van je hebt je ontplooid en je hebt afscheid genomen van de psychiatrie. En je gaat weer herstel in de maatschappij. En waar werkte je toen op? Toen werkte ik op de open van de kliniek. En daar zag je dus ook mensen na 4-5 maanden weggaan en ook herstellen weggaan. Dat was op zich was een hele leuke tijd. Wie was de hoofd toen? Wie was hoofd toen? Ik weet wel wat er dan gebeurde, want er veel hoofden weggingen af en toe en nieuw weer kwamen. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met het idee van de psychiatrie dat dat veranderde. Ik denk die oude generatie die er zat, die was het niet helemaal mee eens. Maar die had natuurlijk het idee dat het vroeger misschien beter was of anders was. En dat ze dan nieuwe mensen lieten binnenkomen om toch maar richting herstel te gaan werken. Maar ik heb geen naam zo 1, 2, 3 paraat. Nee. En psychiaters, waren die er ook? Die waren er ook. Bertus Sibon bijvoorbeeld.
En we hadden een Riepkema, die was ook psychiater. Dat was een, die werd op een gegeven moment ook met die lid van de directie, geloof ik, uiteindelijk. Maar Bette Simon, die ken me heel goed. En daar heb ik later ook nog een keer mee gewerkt op de Tille in Uithuizen. Maar die zong ondertussen ook gewoon mee pensioen. En ik kwam natuurlijk ook een heleboel psychiaters in opleiding die langskwamen. Hè. En dat wisselde nogal. Van een jaartje tot een half jaar en dan waren ze weer vertrokken. Dat is best een heel woelige periode, denk ik. Ja, de jaren 80 ook. Ja. Dat is ook een stroming die veranderingen bracht. Ook vanuit de maatschappij. En ook vanuit een instelling. En ondertussen werd de instelling voor Brunswijk steeds kleiner. Steeds kleiner, steeds kleiner. De klinieken ontstonden ondertussen. En niet zozeer de kliniek in Groningen, maar zo wel eens in Winschoten zijn ontstaan en de Stadsweg kliniek ontstaan. Stadskanaal is een kliniek ontstaan. Dus al die mensen die zorg kregen naar de psychiatrie, konden ook waarschijnlijk dichter bij huis krijgen, doordat ze dichter bij Stadskanaal en bij Winschoten woonden of bij Delfzijl woonden. Dus er was ook minder opname, zeg maar, in die zin. Voorzag jij ook dat Groot Rondwijk verplaatst zou worden en gesloten zou worden op termijn? Ja, door die hele leegstroom wat je kreeg over die differentiëring van naar ziektes, zeg maar, de verstandelijk beperkte mensen, de PG, psychogeriatrie mensen, maar ook mensen die op de IVH wonen, op de wijk wonen, dat die naar de maatschappij gingen, naar een dorp of niet naar een stad gingen, om daar te gaan wonen, zag je dus leegstand komen. Maar ook met de intentie van de vermaatschappelijking. Gaan we in de maatschappij wonen? Gaan we dichterbij de grote steen wonen? Maar de wijkbouw was natuurlijk ook een plek waar weinig openbaar vervoer was. En openbaar vervoer was er omdat het Groot Brunswijk er was, maar als Groot Brunswijk er niet was geweest, was er ook geen openbaar vervoer geweest. Dus dat soort dingen, ja, dat was wel een beetje de intentie van het hele verhaal in die periode. De vermaatschappelijking. En voor sommige mensen is het er heel goed uitgepakt. Voor sommige mensen misschien wat minder. Had je daar zelf ook opvattingen over? Die vermaatschappelijking? Nou ja, ik realiseerde me wel dat het voor een heleboel mensen lastig is om te wonen. Want wonen is natuurlijk niet alleen een huis te hebben en dak te bomen, maar ook allerlei andere dingen. En dat is zelfzorg, dat is zorg voor je omgeving. Dat is ook sociale contacten. Hoe bouw ik dat op? Kan ik dat nog? Wil ik dat? En het besef van het ziek zijn. Dat ook duidelijk van, wat beperkt mij doordat ik ziek ben? Kan ik goed luisteren? Nee, want ik heb ook 5 stemmen in mijn hoofd. Dus dat is lastig. En wat er daar ook miste was, natuurlijk een stuk van daginvulling. Van hoe ga ik een dag invullen? Wat ga ik doen? Kan ik mijn oude beroep weer doen? Of kan ik dat niet doen? Maar wat moet ik dan wel doen? Nou, dat is lastig. En vooral in die periode was ook nog gewoon in ontwikkeling. De sociale werkplaatsen zijn natuurlijk ook niet altijd voor alle mensen een plek. Maar er waren ook mensen die dat niet konden volhouden, die met uurtje per dag dat konden volhouden. Nou ja, en dat soort dingen, dat zag je dus heel duidelijk. En dat zag ik ook heel duidelijk van, bij de een is het heel goed geslaagd en bij de ander gaat dat wat minder. En dan zag je ook weer terug bij opnames bijvoorbeeld. Een half jaar, dan lukt het niet, dan kwamen ze weer terug. En dat is heel sneu, als je dat zo bekijkt. En vooral in die periode, denk ik van ja, dan misschien wat meer of anders moeten doen om die mensen een goede dagindeling te geven. In aanbod ervan vooral. Dus dat achteraf gezien kun je zeggen dat het wat tekort dat dagaanbod. Ja, ik denk dat we allemaal dachten van het kan wel. Dus je kunt gewoon weer met je kunt weer gewoon wonen. Nou ja, en dat gewoon wonen is lastig. En dat zie ik nu nog. Datzelfde verhaal. Maar het is lastig als je heel ziek bent om ineens weer alles tot je te nemen, zodat het allemaal weer goed is. Het is niet zozeer goed wat wij vinden, denk ik, maar wat hun goed vinden. Wat is dan goed vinden? Je bedoelt overdag voeten kunnen? Dat ze prettig leven, dat ze goede zorg om zichzelf hebben, dat ze ook weer fatsoenlijk in de maatschappij kunnen leven, dat ze contacten aan kunnen, dat ze ook tevreden zijn in hun leven en dat soort dingen. En ik denk dat in die periode een beetje meer uitgegaan is van, nou gaan we de maatschappij in, dan komt het wel goed. Ik denk dat we dat onderschat hebben. En dat zien we nou weer terug. En nou zijn we beter op voorbereid, en we gaan ze nu ook, nou ja, voorlichten over wat is wonen.
Wat heb je daarvoor nodig? Niet alleen 500 euro of 1000 euro en dan werk je het wel, maar je hebt meer nodig. Daginvulling, vrije tijdsinvulling, noem maar op, dat soort dingen. En ook zelfzorg. Ook zorg voor je omgeving, zorg voor het huis, zorg voor de tuin, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus daar heeft wel een ontwikkeling plaatsgevonden. Daar heeft een ontwikkeling plaatsgevonden. En ook vanuit de hulpverlening. Ook vanuit de hulpverlening. Alleen dan zie je wel weer dat er kaders zijn vanuit de hulpverlening, met die, samen met die klant, zeg maar, om verder te gaan, dat daar nog wel eens wat lege stukken zijn. En de maatschappij is nog niet helemaal daarop voorbereid. Dat iemand met een beperking, in die zin een psychiatrische beperking, een daginvulling van zoveel uur, dat ze er allemaal op kunnen accepteren. Want de productiemaatschappij zegt ook van je moet zoveel produceren, maar diep naar mensen lukt dat niet. Dus dan ben je hier ook in zo'n Zuidlaren, ben je dan ook bezig om te kijken in Zuidlaren zelf, welke ondernemer kan mensen dus helpen om weer verder te komen. Nou, dan zie je ook een aantal mensen afzeggen van ja, maar dat lukt mij niet, want ik heb wel productie nodig. Maar goed, deze mensen zijn niet 100% in productie. Dus dat is dan weer lastig. En dan moet je op een andere manier gaan zoeken van wat kan dan wel. Daarin loopt me dan weer af en toe achter. Maar goed, ik hoop in de toekomst dat dat alsnog wat beter georganiseerd kan worden. Het is allemaal een financieel plaatje, dat is wel duidelijk. En waar zit er dan voor een menskracht? Dat je meer tijd hebt? Nou, dat... Zoals een onderneming die heeft dan iemand met beperking, dus nou een psychiatrische beperking in dienst. Ja, hoe gaat dat dan? Wat kun je van iemand verwachten? Dus kun je 4 uur op dag werken of 8 uur op dag? Nou ja, en daar zit natuurlijk waar het om draait. Die meneer of mevrouw als ondernemer, die wil natuurlijk productie regelen van 8 uur. Maar als je maar 2 uur kunt werken in plaats van 8 uur... En dan heb je iemand voor 2 uur. Ja, wat heb je er dan aan, wordt er dan gezegd. Nou ja, dat klopt misschien wel, maar voor diegene die het doet, is wel heel belangrijk. En in de hoop dat het uiteindelijk 6 uur wordt. En mogelijk na zoveel jaar een 8 uur baan. Oh, dat is voor hen een risico. Dat snap ik. Maar goed, aan de andere kant, mensen doen je wat tekort. En dat vind ik een beetje jammer. Dat geeft natuurlijk weer veel teleurstelling. Voor die mensen heeft een heleboel teleurstelling, ja. We hebben dan ook hele leuke bewoners erbij, of cliënten gehad, die van een hele diepe depressie zover zijn dat ze nou een aantal uren per week bij de, als vrijwilliger bij de dierenambulance zijn en zomaar 4 uur op een dag kunnen werken. Maar als vrijwilliger. Dus die mevrouw of meneer die moet aan de dieren van de... Van de weg afhalen of bij de weg weghalen, noem maar op. Opvangen van vogels enzovoort. En dat vindt ze geweldig. Maar de betaalde baan zit er dus niet in. En dat is een beetje jammer. Want dat zou ze in principe wel, of hij of zij zou in principe wel kunnen. Ja. En dat zou natuurlijk ook extra waarderend voelen. Ja, absoluut. Ja. 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 De overgang van Wagenborgen naar de Winschoten, Stadsgenaal, Delfzijl. Ja. Ging dat soepel in de buurten? Want mensen moeten toch ergens opgevangen worden dan, moeten ergens wonen. Ja, nou ja, dat is per, ik denk dat het een beetje per opvanglocatie, zoals je het dan noemt, verschilt. Wat ik weet is bijvoorbeeld zo'n Delfzijl, die had een beschermde woonvorm in Delfzijl Noord. En wat ze daar deden om die mensen een beetje tegemoet te komen die daar woonden met hun, om die 1 keer in het jaar uit te nodigen voor een barbecue. Dat ze ook mensen zagen vanuit de BV van ze kunnen ook een barbecue organiseren. Dus de buur die kwam daarbij en was vreselijk gezellig. Dus dat stukje acceptatie van elkaar werd door middel van een barbecue ondersteund. En dan zag je ook minder frictie vanuit de buurt, omdat ze meer bij betrokken waren. Dus contact. Ja, contact is heel belangrijk. En ook open zijn daarin. Als er problemen zijn, kom bij ons, vertel het. Als er wat is, dan kunnen wij met meneer en mevrouw onderhandelen van, nou luister eens, dit gebeurt er. Hoe gaan we dat anders doen, zodat de buurt geen last heeft van
nou ja, wat het ook mag zijn. Of het overlast is van geluid of van muziek of weet ik veel wat. Maar de sociale vaardigheid van mensen moet natuurlijk ook ontwikkeld worden. En daarvoor natuurlijk jaren gehad dat er helemaal niks gebeurde. Ze mochten altijd ziek zijn zoals ze waren. Maar nou wordt ook gezegd van ja, je hebt een gezonde kant. Van lawaai overlast na 10 uur 's avonds, nou, dat is niet prettig voor de mensen die de volgende dag aan het werk moeten. Nou ja, dat soort dingen werden er wel verteld. En dat accepteerden ze dan uiteindelijk ook schijnbaar, want zij hielden zich wel eraan. Je moet niet zoveel lawaai maken na 10 uur. Je woont nou in de woonwijk. Dus nou moet een beetje rustiger aan. Dus ook de normalisatie-idee, het normaal zijn, het is nog een steek, hoe moeilijk dat dan ook is, ook, daar hoort er ook bij. Er wordt ook vaak van hen verwacht, als ze in de buurt wonen van een nieuwbouw. En dat vond ik heel gezond in die zin. Ja. Dus het is een proces dan heel veel van wederzijds kennismaking en aanpassing. Ja, plus het feit dat ook mensen die in de wijk zijn, dat ze ook dan vroegen van wat is er aan de hand? Nou, sommige mensen van de cliëntelen konden heel goed vertellen wat hun daar mankeerde en waar ze daar moeite mee hadden. Dus ik kreeg ook een beetje inzicht, de bewoners die er omheen zaten. Oh, zo zit het, ja, zo zit het. Dus dat was ook een beetje begrip wederzijds van beide kanten. En dan had je natuurlijk in Wagenborgen, toen Groot-Bronswijk nog in Wagenborgen was, heel anders, want het hele dorp kende Groot-Bronswijk. Dus als iemand daar raar gedrag vertoonde, werd dat geaccepteerd. Als, ja, dat is hij, of dat is zij. We weten niet anders. Maar goed, nou ging je in een andere dorp of andere plaats wonen, ja, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Toen kennen ze meneer en mevrouw natuurlijk niet. Dat gebeurde er een beetje. En dat zag je ook met mensen die in het dorp waren in Groot-Bronswijk, die te veel negatieve aandacht vroegen. Er werd naar een afdeling gebeld van meneer en mevrouw, die is een dorp en die is vreemd gedrag aan vertonen, van kunnen jullie even komen? Ja, komen we eraan, dus meneer en mevrouw meegenomen. Maar later zag je ineens een tendent van, ook vanuit de zorg, ja, dat doe ik niet meer, stuur hem maar weg. Of bel de politie maar. Dus er was ook weer een verandering in het benaderen van de cliëntelen, zeg maar, die in Groot-Bronswijk waren. Maar dat kwam ook weer door de verandering als begeleider natuurlijk. Maar dat zeg je ook weer. Het is ook wel een ingewikkeld proces, hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Het is heel een verandering. Ja, voor alle kanten. Alle kanten. Alle deelnemers. Ja, alle deelnemers. Ja. Maar wat je dan zag is dat je die oudere generatie die er heel lang woonde, dat die een beetje, naar mijn gevoel, een beetje de dupe waren van de veranderingsmodule, zeg maar, veranderingsproces. Van ja, dan moet de politie maar bellen. Dus ik kwam in aanraking met justitie. Vroeger ging je er heen en zei, nou kom, we gaan er weer terug. Nou, geen probleem. En dan kwam de politie en die brengt iemand terug. Dat is heel iets anders. En naar het dorp werd ook een beetje net naïviteit of negativiteit. Van, ja, maar vroeger was dat niet zo. Waarom gaan jullie niet meer mevrouw niet helemaal op? Dan moet de politie bellen. Ja, dat doe ik niet. Dus er liet ze iemand lopen dan, zeg maar, die vervelend gedrag had. Ja. De ontwikkeling ging misschien wat te snel dan? Zo. Je hebt weinig begeleid? Ja, ik denk dat het zo snel ging. Die overgang, daar zitten we elke periode in een bepaalde tijd zitten we daarmee. En een periode is altijd 5-6 jaar. Dan hebben we de generatie die er al is. En dan komt een nieuwe generatie aan. Zowel van verzorgende, van verpleegkundigen, als van de cliëntelen. De mensen die er nu zijn en over 5 jaar nog zijn, die hebben tussendoor ook een heleboel verandering van andere mensen. Die veel jonger zijn, die veel dynamischer zijn. En ook, nou ja, als we het over politie hebben, die daar ook meer over de eindverantwoordelijkheid. En wat gaan we dat niet doen? Dus dan wordt de politie gebeld. Nou, daarvoor, in die oude generatie, die ga je een beetje meer beschermen, denk ik. Van nou, ach, het is Pietje of Jantje maar, die doet niks, dus haal hem maar op. Ik denk dat een beetje de sfeer is, en dat zie je nou ook weer, er zijn nou weer oude generatie die hier nog woont, nieuwe generatie die eraan komt, dat er toch altijd een 5-6 jaar verschil in zit met verandering. En over 5 jaar, 6 jaar hebben we weer een verandering, want er zijn er weer nieuwe mensen. Dus eigenlijk blijft dat een beetje continu doorgaan. Dus ja, het zijn naar mijn gevoel dan
de oude generatie een beetje de dupe, tussen aanleidingstekens, maar in ieder geval. De veranderingsproces zijn ze de dupe van. Maar ze zijn niet gewend. En de nieuwe generatie heeft een andere visie nodig, andere contacten nodig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dat is gewoon een verschil. En vooral bij de woonafdeling die wij hebben. Dat is een heel groot verschil. Dat zie je nu nog. Hoe zie jij bij jezelf dat het proces... Ik herken het feit dat het zo werkt. Helpt dat? Het helpt in de zin van dat... dat ook de mensen die al veel langer in zorg zijn, dat je die een beetje kunt zeggen van, is dit nog wel de goede plek voor jou? Want de verandering is zo snel nu, en zoveel jongeren, dat je misschien ook door het ziek zijn dat niet allemaal meer kunt volgen. Dus zou je niet wat, of mogelijk een andere rustige plek willen wonen? Nou, er zijn ook plekken hier op het terrein waar mensen rustig kunnen wonen, waar ze al die hectiek niet meer om zich heen hebben. Neem maar muziek bijvoorbeeld, de jeugd. Heeft nou andere muziek als de populatie van 20 jaar geleden. Dan kom je even in metal tegen nu, met de jongeren. De computers komen erin. Nou, die andere mensen die hebben er niet eens iets meegekregen bijvoorbeeld. Dus dat is lastig voor hen. Dus ik weet ook wel dat, denk ik dan, dat de proces van verandering voor hun dan op wonen belangrijker is als het stukje van herstel en weer terug naar de maatschappij. Dus daar hebben we ook een deel in, denk ik, als zorg zijn. En dat merk ik bij mezelf ook. Dat mensen eerder proberen er een overeenstemming te komen van, is dit niet een betere woonplek voor je, dat wat rustiger is? Nou ja, dat zie je dus ook afgelopen 2-3 jaar weer, dat het gebeurt. De mensen zijn nou weer op een oude woonplek, wat allemaal wat rustiger is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat gemoedelijker is, wat warmer is. Als ze niet zoveel verantwoordelijkheden hebben, zoals het was, nu nog is, nou prima. Maar niet meer verwachting van je moet dit kunnen of je moet dat kunnen. En daar zijn ze heel blij mee. Als ik dat zo zie en hoor van hun. De jonge generatie die heeft dus meer dynamiek nodig. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En dat loopt dan prima. De overgang nog even van Grondwijk naar de dorp. Ik heb al gehoord in Winschoten. Was dat best ingewikkeld om in de buurt een cliënt een... De huisvesten, zeg maar. Ja, er was veel weerstand uit de woonwijken, omdat men niet wist van wat er binnenkomt dan zogezegd. En ik denk ook dat de publiciteit vanuit een instelling niet genoeg was in die periode om te zeggen van, dit gaat er gebeuren. En ook inspraak bij de bewoners. Het leek wel of ze zo daar neer, dat ze daarheen gingen om te wonen en daar is het. Ja, dat is jammer. En dat zag ik ook in die periode toen in 1999, toen ben ik van Groot-Brunswijk gegaan met een pilotproject naar Winschoten met 55-plussers. En toen werden we samengevoegd met een bejaardentehuis. Dat was toen Wirsenheim. En we zouden daar anderhalf jaar zitten en dan zou het Vondelhuis, wat nu tegenwoordig het Vondelhuis is, daar zouden we dan vermaatschappelijken met... de bejaarden, maar ook met Kozers en met de Oosterlengte van het verpleeghuis. En toen we daar kwamen op Wirsenheim in de eerste weken, is dat de bewoners die daar toen nog waren van de oude generatie, zeiden, maar die mensen hebben ook allemaal grijs haar, ja. En rokjes aan, ja. Maar wij kwamen uit de psychiatrie, ja. Dus er zijn niet eens een beeld over wat psychiatrie was. En Groot-Brunswijk helemaal niet. Maar dat ze grijs haar en rokjes aan die dames, daar snap je helemaal niks van. Leek het wel. Totdat die mensen daar waren. En toen langzamerhand infiltreerden we ook met de bejaardenwezen, zeg maar. En dat duurde geen 14 dagen. Gingen ze met elkaar op de koffie. Gezamenlijk beneden, bijvoorbeeld. En dat was natuurlijk bijzonder. Gewoon voor onze mensen was dat bijzonder. Maar ook voor die mensen die daar al wonen als bejaarden was dat bijzonder. Dus dat was op zich een hele positieve ontwikkeling. En toen een paar jaar later zijn we alsnog verhuisd naar het Vondelhuis. En toen zag je ook dat onze mensen meer naar het Vondelhuis zelf gingen, naar de bejaarden toe. En de bejaarden wel eens bij ons kwamen. Maar wat is dit nou toch? Nou, kom eens bij ons koffie drinken. Nou, dan gezellig met de medebewoonster van
vanuit ons, van de psychiatrie, met iemand van het bejaardenhuis koffie te drinken. Of gezamenlijk een rondje lopen. Enzovoort enzovoort. Daarbij ook het personeel wat daar kwam van de verzorgingsstelling en ons was natuurlijk ook heel verschillend. Dus dat vond ik ook allemaal een beetje eng. Nou ja, dat probeerden we op allerlei manieren een beetje samenwerking te krijgen. En uiteindelijk ook prima lukte. Er waren moeilijke mensen voor het bejaardentehuis, was de depressie zeg maar van mensen. Dat ze niet uit bed wilden komen. Ja, hoe werkt dat dan? Nou ja, we hebben onze expertise in geroepen. Maar andersom deden we er ook, van als we wondjes hadden met iemand aan de been, nou, kun je even meelopen en kijken hoe dat moet. Even verzorgen. Nou ja hoor, nou. Dus we kregen een beetje een wisselwerking. En dat was een hele leuke periode. Beleefde je dat als een bewust proces, zo van hem gaan ja, wij, werken? Ja, wij deden het heel bewust. En ook het besef dat het best ingewikkeld was, maar als je aan elkaar bent, dat je dat probeert zo te doen. Ja, precies. Om die barrière weg te halen. Ja. Van wat is nou psychiatrie, wat is nou de verstandelijke beperking, die kozen wat er dan was in een bejaardenhuis zelf. Die een heel andere invalshoek hebben over zorg, als dat wij hadden. Of over cursus. Dus dat hebben we expres gedaan zo. Van kijk wat er van terugkomt. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen in die zin. Voor zolang als dat er geweest is. Het is ook maar 5, 6 jaar geweest en toen ging het ook weer weg. En toen kwam de beschermde woonvormen vanuit de Eco-Nof, of weet ik veel hoe dat allemaal heette. Die is toen uiteindelijk weer naar de Vondelhuis gegaan. Een groot gedeelte daarvan. Dus dat is ook allemaal weer. En toen is de A-borg ontstaan. De A-borg was een oudere psychiatrie. Zowel met opname als met verblijfsafdelingen. En daar zijn die mensen toen weer heen gegaan. Een aantal daarvan. Het was Eekhoorn gaf de reputatie van meer mensen met langdurige psychiatrische problematiek in de woonwijken. Ja. Dat ging best ingewikkeld, dacht ik. Ja. Dat zat hem in de onbekendheid. De onbekendheid, denk ik. En ook de angst voor, van wat is dit nou? Dus een voorlichting, ik denk dat het belangrijkste was geweest. Dat dat een beetje goed was geweest. Maar dat is ook lastig om uit te leggen natuurlijk. Van waar is nou iemand met, we noemen het tegenwoordig EPA-mensen. Dat zijn ernstige psychiatrische aandoeningen. Maar ja, hoe vertel je dat mensen die daar niet mee begaan zijn. Maar ook mensen misschien dat wel dichtbij komt. Want het is natuurlijk niet zoiets, het is geen een hartfaal of zo. Dus... Dat is veel duidelijker voor mensen dan iemand die psychiatrisch ziek is. Of iemand die been gebroken heeft. Het is veel eenvoudiger dan iemand die psychiatrisch ziek is. Om uit te leggen van wat er aan de hand is. Dus ik denk ook educatie, uitleg van... Ja, ik denk dat dat lastig is. En hoe moet dat dan vormgeven? Moet de instelling dat doen als Lentes? Of als GGZ Groningen? Of moet vanuit de wijk dat komen? Ja, ik vind dat maar lastig iets. Je hebt trouwens lesgegeven, dacht ik, op school... Je hebt wel eens met mensen gesproken. Ik heb wel een meneer de Poortcollege heb ik lesgegeven aan 16, 17-jarigen die een opleiding deden tot verpleegkundige. En dan werd ik ons gevraagd om als gastdocent iets over de psychiatrie te vertellen. En het eerste uur was het psychiatrie vertellen en dan zeggen dat ze mij zagen. Ik was ook veel jonger dan toen en mijn blauwe oogjes, dat gaf ook altijd bepaalde ideeën van oh een leuke man. Maar uiteindelijk na een uur, dan gingen we eens vragen van wie zijn vader, oom, tante of weet ik veel wat, heeft wel eens psychiatrische dingen waar je van denkt van dat komt niet goed. Nou, niemand, totdat ik zei van wie gaat wel eens van de familie wel eens 5 keer de deurklink voelen of zo. Of 5 keer kijken of gas ook uit was of alcohol drinken door de week. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen kwam langzamerhand de vingertjes omhoog. Nou ja, ik zeg, schijnbaar lukt het daar nog in de maatschappij om fatsoenlijk te leven. Ik zeg, maar als kwartje andersom valt, dan heb je dus wel een psychiatrisch probleem. En dan word je alcoholist genoemd, als je te veel drinkt. En dan word je dwangneurose, als je te veel voelt. Nou, enzovoort, depressie, mensen met december die heel veel op bed liggen. Ik zeg, en al dat soort dingetjes meer. Oh ja, toen werd het ineens wat duidelijker. En toen kwamen de vingertjes ook omhoog. Ja, mijn papa drinkt wel eens 4 pilsjes op een avond. Oh, en dan 7 keer in de week. En dan zaterdags en zondagsmorgens ook nog. Oh ja. Nou ja, en dan ging het ineens lampjes gingen branden. Maar ook bij jezelf ging ik wel eens aan navragen van ja, ik heb ook allemaal van die wondjes hier in mijn boomarm.
T-shirt had lang haar. Goh. Ja. Maar ik loop wel bij de psycholoog. Oké. Nou ja. Jij hebt geluk dat je dan nog naar school gaat. En dat het allemaal nog lukt. Maar dat het niet lukt. En die belanden dan in de psychiatrie. Nou, toen werd ineens een stuk duidelijker wat de psychiatrie was. Tenminste, voor een deel. Ik zeg, in die zorg lever ik dus in de psychiatrie. Hoe gaan we dat ombuigen met het positief, dat het wel allemaal weer lukt. En dat je minder verslaafd bent aan alcohol enzovoort. Dus dat was wel heel leerzaam voor hen dan om dat te horen. En toen begreep ik ook ineens wat psychiatrie was, voor een deel. Dat was voor jou ook leerzaam? Ja, ja. Je hebt te kijken hoe je wil uitwisselen met wat je doet. Precies. En ook duidelijk te vertellen wat je doet. En dan door voorbeelden probeer je dat dan wat beter beeld van te krijgen van iemand die er helemaal niks van snapt. En het is natuurlijk ook iets van dat gebeurt bij ons niet. En dat snap ik ook wel. Ja, niet anders buiten, alle vuile was buiten. Maar goed, als je het dan nou zo met dat soort leerlingen dan hebt, dan komt langzaam een ringetje omhoog. En dat is wel heel leuk om te doen. Je werkt nu in Zuid-Laren, locatie Zuid-Laren. Wanneer ben je hier terecht gekomen? 2009. 2009. Toen ben ik begonnen op... Nou ja, op een gegeven moment was ik was vogelvrij, want ik was tussen allerlei BW's was ik aan het werk. En toen werd me ineens gevraagd van wil je eens naar Zuid-Laren komen, om te kijken wat daar nog voor werk is voor jou, zoiets. Nou, ik zei, dat kom ik een keer. Dus toen ben ik de toenmalige teamleider van de Brek, Albert Brandsma, heb ik 2,5 uur zitten babbelen over alles en nog wat, behalve over het werk. En toen zei hij van, je mag hier wel komen werken. Nou, zodoende ben ik dan hier naartoe gekomen en ook blijven hangen. Toen heb ik nog 2 jaar of zo, denk ik, op de Brek gewerkt. Ook bij mensen die al langdurig ziek zijn. Die kwamen daarvoor van de Enk en van de Specht. Daar hadden ze gewoond. Toen hebben ze een nieuwbouw gekregen daar op de Brek, op de S en op de Borg. En na 2 jaar toen zei diezelfde teamleider van je moet nou maar naar de buitenhuizen gaan, naar Akkerholm gaan, want dat is een veel betere plek voor je. Oké. En toen ben ik naar de buitenhuizen Akkerholm gegaan. En toen was dat hier ook op het terrein? Ja, dus Akkerholm is op het terrein achterop met 8 huizen totaal. Op de locatie hier en dan hebben we ook nog... Op dat moment hebben we ook nog een witte huis, dat hiervoor bij de weg staat, bij die centrum staat. En nog een paar buitenhuizen. En buitenhuizen zijn huizen die in een dorp staan. Dat zijn huizen waarin toen in die tijd 3 tot 4 mensen waren. En dat was Borg Warringen bijvoorbeeld, achter bij Sprookjeshof. De mensen hingen hier vlakbij. En we hebben nog de Kastanjelaan en de Bremberg. Die viel nog onder onze akkerhoog, zeg maar. En die gingen we ook dan overdag eens even bezoeken op de fiets. Even kijken hoe het ging. Nou ja, als er vragen waren, of een koffie drinken of wat dan ook. En toen was ook bij ons in zorg. Waarom ik weggegaan ben van de Brek, was meer het feit van dat ik een beetje meer vrijheid zocht. In de zin van, nee, ik hoef niet zo gekaderd te zijn in een gebouw. Ik moet ook wat weg kunnen. En, nou ja, dat was mogelijk op Akkerholm. Wat bedoel je, weg kunnen? Nou, dat ik ook even met mensen kon wandelen. En dat mensen ook zelfstandig zo waren dat ze even konden bellen als er wat was, zodat ik altijd beschikbaar ben, zeg maar. En dat je op de Brink, dat was toch anders. Dan zat je in Pandag. En dan bleef je gewoon eigenlijk in Pandag. En daar was je een beetje naar de huizen toe, een beetje naar het dorp toe. En als er wat was, dan bellen ze wel. Ze kwam 18 jaar, hoe dan ook. En die vrijheid had ik een beetje nodig, want ik had al lang genoeg in de situatie gewerkt als de Brink of als de S en dat in Pampa. Dus vandaar dat ik naar de Akkerholm ging. Akkerholm is ondertussen al weer behoorlijk verbouwd, ja, meer gericht op privacy, dacht ik. Akkerholm is ontstaan in de periode 40 jaar geleden, denk ik. 40? Ja, denk ik. Ja. Toen die gebouwen hier nog allemaal net waren als op Groot-Bronswijk, allemaal mannen en vrouwen. Ja. De brug de E-nummers, E1 nikte, E2 nikte, was verschillende. Ja.
Een grote paviljoen. Precies. Ja. Dus toen hadden ze ook in die tijd schijnbaar, toen hier ook al het idee van het is misschien wat mooier om wat meer privacy te krijgen door wat kleiner te gaan wonen. Toen hebben ze ook op die huisjes, vijf huisjes, hebben ze voor 6 bewoners neergezet in die periode. Met 2 toilets, 1 douche. En ze sliepen allemaal boven, hele kleine kamertjes. En beneden aan de gezamenlijke huiskamer en een keuken. En dat was het. En dus woonden ze dan met 6 mensen bij elkaar. Ook mannen en vrouwen door elkaar heen. Maar ook, wat je ook zag, is ook niet zo gedifferentieerd in qua problematiek van mensen. Over het ziek zijn. Van een was autistisch, maar een ander was schizofrenie. Nou, en daar is een beetje blijven hangen in die periode. En dat zag je later nog weer een beetje terug. En als je nu zou kijken, dan zou je die mensen niet eens meer een plek in de psychiatrie gunnen, maar een plek gunnen voor mensen met autisme, een speciale plek of met een verstandelijke beperking. Alleen het was zoals het was, maar nu is het 1,5 jaar geleden hebben ze het verbouwd. En van die 6 woningen zijn maar 4 meer overgebleven per huisje. En het zijn allemaal appartementen geworden. Iedereen heeft zijn eigen natte cel, douche en wc, eigen keuken, eigen woonkamer. En ze wonen met z'n 4 meer in 1 huisje, en niet meer met 6. Ze hebben een eigen voordeur, ze hebben een eigen deurbel, enzovoort enzovoort. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat ook vorm te geven in wat is wonen. En dan kom je hetzelfde weer tegen als we in het begin over hadden, is van wat is nou wonen? Het is niet alleen het dak boven je hoofd, maar hoe ga je dat dan invullen? En ook voor je herstel. Het is ook de bedoeling van Acroom dat we de tussenfase zijn van Lindehoek naar de beschermde woonvorm. Om te kijken van wat heb je nodig om in een beschermde woonvorm te wonen. Ja, omdat je dan nog weer wat meer moet kunnen, zeg maar, ja. Voor de beschermde woonvorm. Ja. Nou ja, je moet in staat zijn bijvoorbeeld om je omgeving een beetje netjes te houden, maar ook zelfzorg, eigen was te doen. Ook zodat je een beetje dagaanvulling hebt, wat voor manier dan ook. Dat je in ieder geval daar wel aan denkt. En niet alleen het ziek zijn, maar ook herstel ingaat. Van wat is nou belangrijk voor mijn herstel om mij beter te voelen? En niet alleen de medicijnen te ondersteunen, maar ook andere dingen te ondersteunen. En dat proberen we nu als in 3,5 jaar een beetje vorm te geven. Hoe gaat dat? En dat is ook aftasten met een helemaal nieuwe populatie. Een nieuwe? Een nieuwe populatie, ja. De jongste is denk ik 24. Daarvoor was de jongste 55. Ja. Dus dan zie je ineens een hele kentering van wat mensen kunnen. Ja. Ja. En dat ze moeten kunnen om weer een beetje zelfstandig te wonen. Maar het ziek zijn blijft nog steeds een hot item voor de meeste mensen. Het beperkt hen in hun functioneren. Wat is dat ziek zijn? Wat beperkt hen? Wat is ziek zijn? Nou, wat je ziet is schizofrenie bijvoorbeeld, maar ook tegenwoordig veel AS gebeuren, dus autisme. Maar wat is dat? Wat doet dat bij de mens? Nou, dat ze dus heel druk, bijvoorbeeld als je het over schizofrenie hebt, dat je dus, als je dan stemmen hebt, dat een beperkt in het gewone functioneren van ik ga even dat doen zonder daarbij na te denken. Maar dat stemmetje, om die stemmen komen steeds maar weer terug. En dat maakt hun angstig, onzeker en dan doen ze het niet bijvoorbeeld. Als voorbeeld. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe kan het wel dat je die stem kwijtraakt zodat het wel beter gaat? Nou ja, een onderdeel is natuurlijk de medicatie, maar buiten daarom kun je op allerlei manieren dat anders gaan doen. Bijvoorbeeld muziek luisteren, oortjes in. Dat je die stemming kwijt bent om toch maar naar die winkel te gaan. Om die boodschap te doen. Even terug te gaan. Nou, naarmate dat je dat vaker doet, is de hoop ook dat je die oortjes uit kunt doen en dat wat makkelijker gaat. Okay. Voor sommigen geldt dat wel, voor sommigen geldt dat niet. Hebben we tegenwoordig, jij als verpleegkundige, als zorgverlener, heb je wat meer bagage dan vroeger? Ja. Kun je wat meer betekenen? Ja. Ja, je hebt meer kennis. Meer kennis. Meer kennis. Want die kennis die ontwikkelt zich ook steeds meer. Toen je begon te werken waren er misschien maar, ik zeg maar 100 pilletjes voor iets. En dan moest je het allemaal zelf klaar bedenken, zeg maar. De dokter schrijft voor, maar ik geloof dat er wel 20% dezelfde medicijn kregen voor andere ziektes.
bijvoorbeeld. En daar wordt veel gespecialiseerder gekeken van wat is nou nodig om dat stukje te beïnvloeden zodat het beter gaat. Dus die medicijnen zijn geen 20 meer, maar 10.000 zeg maar. Dus daar is een hele grote ontwikkeling in geweest. En ook met kennis over wat zijn de bijverschijnselen, wat gebeurt er met je, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar zie je een hele duidelijk verschil in als vroeger. Vroeger had je Haldol als middel en tegenwoordig heb je de clozapine als middel. Nou, de Haldol wordt bijna niet meer gebruikt bijvoorbeeld. Medicijnen staan centraal voor jou? Nee, absoluut niet. Nee, is gewoon erbij als ondersteuning. Ik sta zelf centraal en de klant staat centraal. Alleen, voor de klant geldt een heleboel negativiteit, omdat een heleboel mislukt is in het verleden. Nou, dan probeer je op een positieve manier weer terug te krijgen, zodat ze weer een beetje eigen waarde hebben, dat ze er wel mogen zijn, enzovoort, enzovoort. Zodat ze wat sterker worden en ook iets durven te doen. In de zin van, dat ga ik doen. Nou, probeer maar. Met vallen en opstaan soms. Maar goed, daar leert men ook van. Dus in die zin is het een heleboel veranderd. Vroeger had je een beetje meer het idee dat het militaristisch was. Zo laat op, zo laat dit, zo laat dat. Dan wordt het een beetje vrijer gelaten, maar wel geadviseerd van nou, denk er zo over na hoe je een dag indeelt. En vroeger was het, werd het voor jou bepaald. Meer wisselwerking. Ja, openheid. Maar ik heb dat niet nodig, Bert. Nee, maar wat heb je dan wel nodig? Vertel maar wat je nodig hebt. Nou, dat probeer je daar handen en voeten aan te geven, zodat het voor hun makkelijker wordt. In principe. Dat is toch wel heel anders dan zeg maar toen jij in 1977 begon. Absoluut. Die wisselwerking. Ja, absoluut. Dat is ook moeilijk, hè? Wisselwerking is ook moeilijk, denk ik. Ja, is ook moeilijk. Dan moet je dus ook zelf in veranderen. En hoe ga je daarmee om? De opvoeding heb je gehad in een heel militaristische toestand. Zeg maar bijna legerachtig. En dan moet je anders denken van hoe. Wat zou je. Wat ik dan vaak doe is van wat zou ik prettig vinden? Dus als ik prettig vind om zo aangesproken te worden of zo begeleiding te krijgen, dat probeer ik ook af te tasten met degene waarom die bij ons in zorg is. Om te kijken wat die prettig vindt. Ja, soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Het is ook de intentie van het ziek zijn. Wat ze bij zich hebben, hoe lang dat duurt. Dus dat is heel individueel. Mooi vak heb jij. Ik vind het mooi vak. Ja. Toch heb ik je de vraag ook stel met 77 begonnen. Je hebt het heel lang gedaan. Ja. Je ging goed reflecteren. Je hebt ongetwijfeld heel veel geleerd. Ja. Ben je ook blij dat je zo meteen gaat stoppen? Ja. Ja, en vooral in de zin van wat je dan ziet is dat de belangen langzamerhand anders zijn dan heel vroeger. En dat in de zin van ook bij de organisatie. De belangen van de organisatie zijn vaak anders dan de belangen van deze zieke mensen, die heel andere belangen hebben. En dat zie je toch, dat het vanuit de werkvloer andere belangen zijn als weer naar je werkgever, zeg maar, naar de instituut. En dat borst denk ik soms af en toe. Dat was altijd zo, of niet? Nee, anders. Als ik nou naga, even als voorbeeld wat er dan wordt gezegd, of het allemaal zo is, is een ander verhaal, maar als je op de kliniek terechtkomt, is een herstel van 3 tot 4 weken en dan moet je verder. Ik denk, hoe bedenk je het? Je bent 10 jaar bezig om ziek te worden en te zijn en dan moet je binnen 3 weken herstellen. Hoe dan? Dus dat proces van herstel is niet alleen de pillen erin drukken, diagnose stellen en dan door. Nee, er zijn veel meer dingen voor nodig. En dan zie je ze dus op het trein terugkomen deze mensen op een andere afdeling binnen Lentes. En daar mogen ze er wat langer blijven. En dan komen ze uiteindelijk op waar ik nu werk, op Akkerholm, terecht. In de zin van, dit is dan het stadium van, nou, kun je weer richting de maatschappij of richting de beschermde woonvorm. Nou, dan zie ik toch een heleboel dingen van, waar we nog alsnog als team zijn, extra moeten doen om die mensen zover te kunnen krijgen dat ze daarheen kunnen. En dan komt er ook nog bij, we hebben het over hen over de nieuwbouw, is dat het wonen zo eenvoudig niet is met al die ziek zijn in je hoofd. Dus dan gaan ze, komen erachter van ja, dat kan ik helemaal niet. Ik heb meer
holding nodig, bescherming nodig van het terrein, maar ook van het gebouw. Dus als ik op een groot gebouw zit waar meer mensen zijn, voel ik me beter, maar ik ben niet alleen. Mijn appartement moet een heleboel alleen doen. Gezelligheid is weg, gezamenlijke huiskamer is weg. Ja, dat is lastig. Ja. Dus daar zie ik een heleboel veranderingen. Maar ja, het is ook waar de werkgever voor staat. Dus in die zin ben ik blij dat ik ook nou klaar ben. Ja, ja. Want dan hoef ik daar me niet meer druk om te maken of voor in te zetten. Om die mensen toch eens te laten voelen van, is dit het wel? Of juist niet? Ik heb toevallig vorige week een psychiater gezien uit Amsterdam. En die verbaasde zich over dat het zo mooi hier is op het terrein. Maar we waren ook over verbaasd, wat ik ook wel mooi was. Want deze mensen die hebben ook nog een stukje bescherming. Die zo ziek zijn. Maar ze werken met dezelfde categorie mensen die wij hier hebben, ook in Amsterdam. En daar wonen ze op zichzelf. En zegt ze van, de vereenzaamheid is daar gigantisch hoog. Ondanks dat er bijna 3 miljoen mensen wonen, zeg maar, als voorbeeld. En dan zegt ze van, dit missen wij, zo'n terrein. Dat vond ik wel heel bijzonder om te horen. Ja. Als je... Het is eigenlijk niet vergelijkbaar, hè? Iedere tijd heeft zo zijn eigen manier van doen. Maar wanneer, 20 jaar geleden, kon je toen beter patiënt zijn of kun je nu beter patiënt zijn? Dat is niet te beantwoorden, hè, zo'n vraag. Nee, nee. Wat mijn rol als verpleegkundige is, als toen en nu, heb ik wel een heel duidelijk beeld. Vroeger... als je dan met de patiënt iets ging vertellen of zeggen of doen, dan werd je nog een beetje als een iemand gezien die dat allemaal goed wist. Wat je nu ziet is, en dat hebben we onszelf ook aangemeten als doelgroep, als verzorgingsgroep, je zet naast staan, naast de klant. En nou ben je meer de maatje. Dus als jij iets wil of zegt wat beter of minder leuk is, dan wordt er niet zo geaccepteerd. En dan moet de behandelaar daar iets van vinden en dan wordt het opgepakt. Een voorbeeld is wel even grappig. Is op een gegeven moment hadden we iemand die was heel ziek, die woonde op de heuvel. En die was in een fase van zijn leven dat het bijna einde was. Maar hij had meer zorg nodig. We kwamen er wel 4 keer op 5 keer op de dag en op een gegeven moment werden de vraag gesteld van, je moet ook een beetje meer zorgen hebben op bed, dat je gewassen wordt. Dus zegt hij tegen ons van, nou dan moet je maar zorgen dat er thuis op komt, maar jullie mogen dat niet doen. Maar waarom mogen we dat niet doen? Ja, jullie zijn bijna familie. Oh, ja, die mensen met witte jassen moeten komen, zei hij, van de thuiszorg, om iemand te wassen. Nou ja, dan gaan we dat doen. Maar dan kun je zien hoe dat leeft bij die mensen. Maar wij zijn de maatje en we zijn niet meer de hulpverlener. Dat vond ik op zich wel heel, heel leuk om dat te horen. Maar goed, dat is een voorbeeld van hoe mensen soms dingen aankijken. En dat zie je nou ook weer over hier van... Nou, dat je met mensen op stap gaat om een boodschap te doen. Dan zie je gewoon als maatje, als familie. En dan zie je ook in de omgeving van, is dat je moeder of is dat je vader? Nee, dat is een... iemand die bij ons woont. En die iemand is niet iemand, maar ook een meneer die bij ons woont. En dat vind ik wel grappig, dat ze dat zo zien. Ja. En dat meer dan 20 jaar geleden? Ja, 20 jaar geleden. Was die verhouding hiërarchisch? Ja, heel hiërarchisch. Wij bepaalden wat er ging gebeuren. En ik had bijna niks te zeggen. Je hebt een mooi verhaal verteld, Bert. Ja? Wilt u nog wat meer... Hebben we nog wat over het hoofd gezien? Ongetwijfeld hebben we veel over het hoofd gezien. Ja. Maar had je nog speciaal iets willen zeggen? Nee, niet meer niets. Nee. Misschien dat ik er nu over nadenk, later wel weer, maar nu even, nee. Nee, je hebt er wel een mooi rond verhaal verteld. Ja, precies. Dankjewel. Oké, dank je.